dat je weer kijkt. Welkom terug bij de Bigger Blog. Ik ben Josine en ik ga je vandaag 3 verschillende jeans laten zien. Hoe ze zitten en hoe ik ze stijl. Love your denim. Ik ben een samenwerking aangegaan met MS Mode. Waarin ik de jeans ga laten zien. Mijn favoriete jeans. Ik ben naar de winkel gegaan. Ik heb er echt 20 ongeveer aangehad. Om te kijken naar de pasvorm. Welke ik mooi vond zitten. Welke ik lekker vond zitten. Want dat is eigenlijk toch wel het allerbelangrijkste. Ik laat je mijn 3 favoriete jeans zien. En hoe ik ze stijl. De zwarte broek met de wijde pijp, dat is de violet, of violet, maar net hoe je het uitspreekt. De bootleg, en dat is namelijk een broek die van boven wat smaller of aangesloten valt. En vanaf de knie loopt hij wat wijder uit, waardoor hij dus een wijde pijp heeft. En ja, deze is gemaakt van een zwarte denim stof, een zwarte jeans. Er zit wel echt stretch in. Hij zit ook heel erg lekker. Het is niet een hele erg dikke jeans, maar hij tekent niet. Dus daar ben ik echt super blij mee. Komt misschien ook wel een klein beetje door de kleur. Trouwens, hier zit dus de bootleg hangtag aan. Dus dat kan je herkennen aan Violet Bootleg. En van sommige van deze broeken zijn er ook lengtematen te krijgen. Moet je even checken in de winkel. Ik ben 1,70 meter. En voor mij was deze te lang om met sneakers te dragen. Al vind ik dat wel echt heel cool. Dus ik heb ze aan met een paar mooie hakken. En dat is eigenlijk wat ik bij zo'n broek bij mezelf wel eigenlijk wat leuker vind staan. Maar ja, het kan eigenlijk overal mee. Op de zwarte broek draag ik deze zwart-witte blouse. En het is gemaakt van een heel soepel stofje. Het heeft een V-hals. Die kun je nog verder openmaken, want er zitten gewoon knoopjes. Eronder draag ik een katoenen hemdje. Eigenlijk tegen het inkijken, omdat ik dat ook gewoon lekker vind zitten. En wat ik er vooral heel erg leuk aan vind, is dit borstzakje. Dat de strepen net de andere kant op gaan. Maakt het toch weer wat speelser. Normaal draag ik eigenlijk een 46 van boven, maar dit is een 48. En ik vond het ook leuk dat hij een beetje baggy en losjes zit. Want hij staat dus nu heel erg leuk op de broek. En dan stop ik hem aan de voorkant iets in de tailleband. En dan bloest het een beetje. Maar hij staat ook heel erg leuk op een rok bijvoorbeeld. Ik vind het echt zo'n klassieker eigenlijk, het blouseje. Dus ja, why not? Volgende. De blauwe broek die ik aan heb gehad, dat is deze broek. Dat is namelijk de Shaping Skinny Leg, zoals het heet. Daar draag ik ook een maat 48 van. En het is gemaakt van echt een hele stevige jeansstof. Dus toen ik hem aantrok, had ik er een beetje een hard hoofd in. Want ik dacht eerst van, oh, gaat dit wel passen? Maar ik heb hem dus aangetrokken en het kostte me dus ietsjes meer moeite om hem aan te krijgen. Maar als hij eenmaal aan zit, dan zit hij echt gewoon fits like a glove. En wat er zo mooi aan hieraan is, de tailleband is dus ietsjes hoger en ook ietsjes ja, op een of andere manier anders. Waardoor die, dat rolletje wat normaal een beetje aan de zijkant en de voorkant misschien over je broek hangt, dat is dus echt een stuk minder. Dus dat is dat shaping, dat hij ja, toch wel echt heel erg mooi zit. En hij zit ook echt aangesloten, want het is een skinny. En vaak zit het op mijn kuiten toch wat losser. En in dit geval zit het echt goed aangesloten. En toch voelde ik me er niet helemaal opgesloten in. Het zat niet heel erg benauwend. Wat ik met sommige andere broeken absoluut wel heb. Dus dit was echt, ik was hier heel blij mee. Want het is eigenlijk een perfecte basic. Want hij heeft dus niet zo'n hele heftige wassing. Maar als je hem dus eenmaal aandoet, dan zie je wat zo'n wassing toch eigenlijk best wel voor je figuur kan doen. Het kan echt je lichaam of je figuur complimenteren, zoals dat zo mooi heet. Ja, dus dit vind ik echt een blijvertje. Deze kun je herkennen aan de hangtag Shaping Skinny Leg. En ze vertellen dus dat er een higher waistline op zit en een super stretch fabric. Nou ja, dat klopt ook absoluut. Ja, dit is echt mijn perfecte basic jeans. Op zo'n goede basis jeans kan eigenlijk alles. Ik draag er deze blouse op. Gemaakt van viscose. Draagt echt super zacht. En hele fijne stof vind ik het zelf. Kan dus ook eigenlijk het hele jaar door. En hij is heel erg lang. Dus je kan hem eigenlijk ook als tuniek dragen. Dit is een maat 46. Wat ik er zo leuk aan vind is het klassieke blauwe streepje. En dan de stoere bloemen erop geborduurd. En dan metalen knoopjes. Het is weer echt van alles wat. En dat... ja, dat is precies wat ik heel erg leuk vind. Het bouclé jasje wat ik erop aan heb, mijn Chanel voor beginners. Die heb ik overigens echt al 100 jaar. Maar die vond ik er gewoon echt heel erg leuk bij staan. Zo zie je maar. Oude dingen, nieuwe dingen. Gewoon alles bij elkaar dragen en dan krijg je de leukste nieuwe looks. Nog even tussendoor. Ik wil de dames van MS Mode in Lisse nog even bedanken, want die hebben me echt super goed geholpen. De andere blauwe jeans die ik aan heb gehad, dat was deze. En... ook deze is gemaakt van een stretchstof. Dit is de Iris Slim Leg. Dus de Iris die valt wel aangesloten, maar niet super strak. Dus het is echt een slim fit en niet een skinny. Hiervan draag ik ook een maat 48. En dit is ook een mooie stretchstof. Ook een wat vollere stof. Waardoor ik het echt wel heel erg mooi aan vind slijten. En ja, wat ik vooral... de wassing aan zich is wel heel erg leuk. Maar vooral ja, deze...
stipjes, zeg maar. Die soort van bleekvlekjes. Die vind ik er echt, dat vind ik echt net wat toffer, wat nieuwer. Maakt de broek ook wat origineler. Ook deze heeft natuurlijk zijn eigen hangtag. En dat is de Iris Slimleg. Daar kun je hem aan herkennen in de winkel. Nou, op die jeans draag ik deze Pied de Poel blazer. Ik draag hem maat 48 en hij valt best wel ruim en dat hoort ook zo te vallen. En ik vind het ontzettend gaaf om juist zo'n beetje bekakte blazer te dragen op zo'n stoere jeans. Dat contrast, dat vind ik erg leuk. En dat maakt hem een beetje Parijs chic, zeg maar. Misschien heb je de actie van MS Mode wel voorbij zien komen. Je krijgt namelijk nu de tweede paar jeans voor de helft van de prijs. Zowel online als in de winkel. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je mijn vlog leuk vindt. Zo ja, duimpje omhoog. Laat vooral hieronder een reactie achter. Of laat me weten wat jouw favoriete jeans is van MS Mode. En ik zie je online.